Wanneer men onze video's lange tijd uh, volgt, dan, uh, dan kan ik me voorstellen dat bij het lezen van deze titel men misschien denkt dat we met het volgende beleggingsadvies gaan afkomen. Maar um, die vraag, wat natuurlijk met 100.000 euro um, of meer, is heel erg uh, persoonsgebonden. En dan is mijn eerste vraag die ik terugstel aan een cliënt die mij dat soort vragen dagdagelijks stelt. Um, wat is uw investeringsplan? Hebt u een strategisch plan uitgewerkt hoe dat de toekomst eruit gaat komen te zien? En uh, zo niet, laten we het daar dan eerst over hebben, want anders geven we een of ander advies dat totaal niet op maat is van, uh, van de vraagsteller.